Het is paasweekend. En hier in Zwitserland hebben we dan vrijdag en maandag vrij. Het is een super verlengd weekend, 4 dagen. En we zijn aan het kamperen. En we gaan vandaag 15 kilometer wandelen. 800 meter omhoog. Dus spannend. We zitten hier in Langquart. Dicht bij Liechtenstein, denken we. En ja, zullen we zien, hè? Bas en Mick zijn er ook bij. En die zijn hier al het lokale hout aan het proeven. Squakkelen. Oké, tot straks. Let's go! Gegeten en we gaan verder naar de cruisespits. Thank you.
Wij zijn op de terugweg de berg hier achter ons wacht zo. Daar zijn we juist vanaf gekomen. En daar zijn we geweest. En daar. Ja. En nu hebben we nog slechts 5 kilometer te wandelen, maar dat is plat. Dat zijn we gewoon, hè. Peanuts. Kunnen we. Peanuts. Ik moet wel zeggen, wij zijn moe, maar daar, die is ook moe. En de anderen ook. We spreken elkaar terug op de camping. Na het douche. Over en uit. We zijn bijna aan de camping. Even de upval, daar zijn we op geweest. Oh. Waar juist? Daar! Dit was onze tweede kamp. Dat was al een vliegbal. Dit is onze tweede campingtrip in de bus. En, het is super leuk geweest. We hebben ondertussen al veel geleerd over koude in de bus en hoe daarmee om te gaan als we slapen vooral. Dat we ons goed moeten laagjes aandoen. Stan slaapt ondertussen beneden met de honden en ik slaap boven en dat is eigenlijk gewoon voor plaats. Stan is zonder lange en dan kan hij niet lang uitleggen als hij boven ligt en dan ja, dat is niet zo gemakkelijk, dus dat gaat beter. De hondjes slapen goed en die vinden nu ook rust hier beneden op de grond. Het enige wat we nog moeten doen is organiseren. Van spulletjes dat we dozen gaan halen of zo. Want dat is toch wel een struikelblok van geef mij eens dit, geef mij eens dat. Oh, dit ligt hier, dat ligt daar. Ja. Dat wordt